De staalfabriek van Tata Steel in Armuiden blijft ook na een fusie met ThyssenKrupp bestaan. De Nederlandse directie heeft hierover afspraken gemaakt met de top van Tata Steel in India. Tata benadrukt dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, maar vakbond FNV betwijfelt dit. Wat me direct opvalt is dat er niks over de werkgelegenheid instond. Maak je dat dan nou niet nerveus? Ja, natuurlijk. Want kijk, daar is het ons allemaal om te doen. Ja, het is een bedreiging voor de werkgelegenheid en de banen in de muiden. En dat is waar de mensen op de werkvloer zich zorgen over maken. Dus ik verwacht dat ja, de directie ons niet in de steek laat en de mensen in de kou laat staan. En op korte termijn ook met ons een hele goede deal gaat sluiten over de werkgelegenheid. Wat de Nederlandse directie betreft kan het hele fusieproces nu voortgezet worden. Het overleg met de vakbonden is al begonnen.